Oké, dus tijd voor een kleine update tussendoor. Ik heb ondertussen een 100, ongeveer bijna 100 leden bereikt met het YouTube-kanaal. En dat is voor mij al zeer goed. Ik ben daar heel blij mee. Ik wil ook iedereen bedanken die zich inschrijft. Dat betekent dat er toch bijna 100 mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de content die ik breng. En die ook graag updates krijgen van de nieuwe content. Wat nieuwe inhoud betreft is zo dat ik heb de doelstelling van elke week, minstens elke week, één filmpje online te brengen. Nu, ik merk in de praktijk dat dat niet altijd lukt. Er zijn perioden, zoals nu, dat er een aantal weken na elkaar geen update komt. Maar dat neemt niet weg dat ik wel probeer, of de doelstelling nog altijd is, van elke week een update. Of elke week eigenlijk een nieuw filmpje uit te brengen. De inhoud van die filmpjes, de format en dergelijke meer, dat blijft hetzelfde. Ik ben nog altijd aan het werken aan filmpjes van rond de 10 minuten. Rond fotografie uiteraard. Dus de reden dat het nu wat langer geduurd heeft voor dit filmpje online komt, en dit is maar een kleine update, er komt zo dadelijk ook een filmpje online met echte inhoud weer. En de reden is dat ik gewoon ook andere projecten heb waar ik waar tijd ook naartoe gaat. En ik ga nog altijd elke dag gaan werken ook natuurlijk. Nu, ik heb gemerkt dat het aantal views van de filmpjes heel sterk afwijkt. Er zijn bijvoorbeeld filmpjes van in de beginperiode die technisch misschien minder goed in elkaar zaten, die wat heel snel in elkaar geflanst lijken te zijn. Dat is misschien niet zo, maar dat is puur omdat ik toen net begonnen was met dat kanaal en ook ik moet groeien en gaandeweg leren wat de beste manier van bewerken van video en dergelijke meer is. Nu, en er zijn filmpjes van in de beginperiode die duizenden views halen en die dus technisch minder goed zijn dan recentere filmpjes die technisch al veel beter in elkaar zitten, naar mijn mening. Maar die recentere filmpjes die dan kwalitatief beter zijn, halen dan soms maar 10, 20, 30 views. En dat is misschien wel spijtig in de eerste plaats, omdat je daar toch tijd in steekt. Maar ik ga ervan uit dat die duizenden mensen die gekeken hebben naar die oudere filmpjes, dat er daar wel een aantal zijn die zich inschrijven. En dat ze vooral ook kijken naar de andere filmpjes die ik heb. En die dan zo toch filmpjes te zien krijgen waar ze niet meteen naar gezocht hebben. Want uiteraard is het zo dat het aantal kijkers van de filmpjes heel sterk afhankelijk van de zoekwoorden, de titel, de zoekopdrachten die jullie uitvoeren en hetgeen ik als omschrijving in het filmpje plaats. Niet zozeer wat ik zeg in het filmpje, want daar kun je niet op zoeken, maar wel wat ik als titel en wat ik als beschrijving van de film online plaats. En dan spreek ik voor zich dat er bepaalde onderwerpen zijn die meer gezocht worden door mensen op het internet dan andere onderwerpen, en dan spreekt voor zich dan die vaak gezochte onderwerpen meer views krijgen. Maar zoals gezegd, ik hoop dat dan die mensen ook kijken naar de filmpjes die iets minder bekeken worden. Dus dat op termijn ook de minder gezochte filmpjes meer bekeken zullen worden. Dus ik geef het sowieso niet op, ik blijf aan de slag en ik blijf proberen wekelijks een update te brengen. Dus binnenkort weer een update en bedankt voor jullie tijd, tot de volgende!